Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Ik ga het vandaag hebben over het aandeel. En dan moet ik even kijken, want tegenwoordig hebben ze nogal een naam. JustEatTakeaway.com met code GRUB. Nou, het is voor heel veel beleggers een bekend bedrijf. Het is natuurlijk deels vanuit Nederland ontstaan. Maar het is ook een beetje een generatiedingetje. Ik ben van een generatie die daar nog nooit gebruik van heeft gemaakt. Misschien is dat vreemd. Misschien is dat wel niet. Maar ja, ik vind het een bedrijf wat een beetje misbruik maakt van andere bedrijven. Maar ze bieden een service. En ze bieden de service dat je ergens kan bestellen en dat je het via hun kan laten bezorgen. En ik ben nog zo dat ik denk, ik gun het die ondernemers zelf. En als die ondernemers zelf dan geen bezorgservice bieden, ja, dan kan je nog zeggen van oké, dan is het een extra. Maar als ze het wel bieden, waarom zou ik dan JustEatTakeaway.com daarvoor gebruiken? Want die betalen eigenlijk, moet de ondernemer dan 15% tot 30% afdragen aan JustEatTakeaway. En dat vind ik zonde, dat vind ik sneu voor die ondernemer. Ik ga ergens eten, ik wil ergens eten van hebben. En die moeten dan hun winst in feite afdragen aan dit bedrijf. En waarom? Omdat ik via Just Eat dit besteld heb. Nou, dan bestel ik veel liever rechtstreeks bij de ondernemer zelf. Die gun ik het. Daarom wil ik daar eten bestellen. Nou is het al zo dat ik heel weinig eten bestel. Volgens mij heb ik nog nooit eten laten bezorgen zelfs. Mijn zoon doet dat wel heel vaak. En die heb ik toch gezegd, waarom doe je dat nou via hun? Waarom ga je niet gewoon rechtstreeks die ondernemer dat gunnen? Goed. En misschien is dat die jeugd dat nog een keer moet gaan krijgen. Maar feit is dat het bedrijf JustEatTakeaway, dat die een service bieden die met name in steden enorm gewild is. En de gunfactor voor ondernemers ligt dan blijkbaar bij heel veel mensen nog niet zo heel erg hoog op de lat. Zodat ze zeggen, ik gebruik gewoon het gemak van JustEatTakeaway. En de rest zal me een worst zijn. Dus ik ben geen gebruiker van deze service. Laat ik daar in ieder geval maar duidelijk in zijn. Is het aandeel interessant? Daar gaan we het nu over hebben. Ik heb de aandelen niet. Ik krijg ook geen geld om deze video te maken. Dus dat zal eventjes heel helder zijn. Maar deze video is geen beleggingsadvies. Maar we gaan eens eventjes kijken. Ik ga naar Yahoo Finance. We zien hier JustEatTakeaway.com. De code, ik zei al, is GRUB, GRUB. We zien dat de koers gisteren $14.85 gesloten is en nu voor beurs op $15.15 staat, 2% omhoog. De beurswaarde is al $15.75 miljard van dit bedrijf. En het is niet meer dan een bedrijf wat van andere bedrijven de service afneemt en het dan de producten afneemt en het dan bezorgt. Meer is dit in feite niet, even in grote lijnen. En dan is het 15,7 miljard waard. Maar dat komt toch denk ik omdat de jeugd daar wat anders naar kijkt als dat ik daar naar kijk. Dan geen dividend, nog geen winst ook. Kijken we bij de statistieken, dan zien we ook dat de PEG-ratio negatief blijft. Maar de koers-winstverhouding voor volgend jaar wordt gezien op 12,7. En dat is opmerkelijk, maar dat is dan toch een PEG-ratio de aankomende 5 jaar. We zeggen van dat wordt hem niet. Maar we gaan zo kijken hoeveel analisten dat hebben bekeken. Kijken we naar de short-positie, die is heel klein. Dus er is nog steeds ongelooflijk veel vertrouwen in dit bedrijf. En er zijn geen redenen om aan te nemen dat er iets aan de hand is voor wat betreft de short-positie. De winsten, dat was al duidelijk, dat is niks. De omzet is gigantisch, 3 miljard. Dat vind ik echt wel voor een bedrijf wat vrij weinig levert, is het natuurlijk al enorm. Ten opzichte van de waarde is het natuurlijk wel nog beperkt, maar goed. Er is 2,2 miljard aan schuld, er is 1,5 miljard aan cash aanwezig, dus ze zullen niet snel failliet gaan. En na belastingen is er een positieve cashflow. Dus dat is positief in die zin. Er komt gewoon cash binnen.
En ja, daar kan hij alleen maar blij mee zijn. Dus dit is zo op het oog geen slecht bedrijf. Laat dat even heel helder zijn. Ik kan er dan misschien als klant niks mee hebben. Ik ben geen klant van ze, ik zal het ook niet snel worden. Maar het is wel een goed bedrijf. Gaan we even kijken naar de analisten. Dan zien we dat het er slechts 5 zijn. Dat is wat weinig voor ja, zo'n groot bedrijf. En we zien dat er eerst gedacht werd, ja, worden winst. En dat is nu toch wel een behoorlijk verlies aan het worden. En we zien ook voor volgend jaar dat het toch terugloopt. Dat is toch wel even ernstig. In die zin, ja, de verwachtingen lopen dan nu wat minder. En ja, er is eventjes nu een punt. Dit lijkt op Amazon in 2000. En waarom zeg ik dat? Amazon deed er alles aan om de nummer 1 te kunnen worden in de tijd. En hoeveel verlies ze ook maakte, maakte niet uit. Ze moesten nummer 1 worden. Ze wilden iedereen uitschakelen door ja, dan maar met verlies te maken. Maar ja, ze moesten gewoon nummer 1 worden. En dat is gelukt. Nou, dit bedrijf heeft ook alles in zich om datzelfde te doen. Ze gaan alles proberen om de nummer 1 te worden. En daar kunnen ze alle verliezen mee maken als ze maar die nummer 1 in de wereld worden. En als dat lukt, ja, dan hebben ze daar een plek. En ja, zolang vooral de jeugd niet vindt dat er een bepaalde gunfactor is naar de ondernemers van wie ze eigenlijk het product afnemen, zal dit bedrijf kunnen groeien. En ze kunnen groeien door overnames. En ze hebben geld zat, er is nog 1,5 miljard in kas. Dus er is ruimte genoeg om nog enorm te groeien. Ze hebben de zaak mee. Kijken we naar de houders, dan zien we dat 10%, nou 9%, is in handen van institutionele beleggers. Er is eigenlijk geen aandelen bij de insiders, in Amerika althans. Als we kijken naar de institutionele beleggers, Goldman, UBS. Maar wat ik hier mis, zijn de grote 3. Die staan er niet tussen. En dat is opmerkelijk. Dat komt mogelijk omdat het niet echt een Amerikaans bedrijf meer is. Maar ja, we zien dus wel institutionele beleggers, maar geen grote 3. Die vinden het blijkbaar nog te link. Ik vind dat opmerkelijk, maar ik heb er geen oordeel over of dat goed of slecht is. Gaan we naar de chart, dan valt op. Dit is nog niet zo lang, hè, want ze zitten natuurlijk. Eigenlijk door die overname zijn ze in Amerika genoteerd geraakt. Dat was april vorig jaar, net na de coronacrisis. En je ziet, die koers heeft nog eigenlijk niks gedaan. Dus. Hij zegt, ja, heb ik hier haast nodig om erin te stappen? Nee, dat heb je niet. Er is geen dividend. Kijken we als we dan naar het laatste jaar kijken, dat is misschien wel interessant, hè? Want dan zie je eigenlijk, hè, en dan zal ik eventjes een lijntje trekken. Ik doe even fullscreen, dat is misschien wat makkelijker. Dat ik een lijn trek. En dat doe ik even grofweg, maar dat is ongeveer zo, hè? En dan zou je nog kunnen zeggen, van, ja, trek hem dan even over de toppen. Even, het is maar ongelooflijk grof dat ik het neerzet. Maar dit is een dalende trend. Heb je dus haast nodig om hierin te stappen? Nee, dat heb je niet. Ga je naar de laatste 3 maanden kijken? Ja, dan zou het verschil iets kunnen veranderen. Ik zet even 6 maanden, dat is misschien toch nog ietsje. Als je kijkt vanaf eigenlijk juni, ja, dan is het neutraal tot fractioneel hoger. Maar we zijn nu wel op een laagste punt. Dus. Nee, ik denk dat hier geen haast nodig is om hier alsnog in te stappen. Maar let wel, dit lijkt wel in opzet en opbouw op zoals Amazon bezig ging. En als het ze lukt, dan is dit natuurlijk straks een van ja, de grote partijen, misschien wel de grootste partij in de wereld die dit soort services biedt. Maar ik denk dat ze ook heel dringend moeten gaan zoeken naar het volgende. Amazon was vroeger, dat begon als boekenverkoper en heeft daarna naar het volgende gezocht en gevonden en is nu de grootste hosting provider in de wereld. We hebben nog steeds het idee van Amazon die winkel, maar nou, zo is dat ook met Just Eat Takeaway. Ik denk dat ze niet een one-trick pony moeten blijven en dat ze dus verder moeten kijken dan alleen maar hun eigen markt. En ja, die stap zal gemaakt moeten worden. Ik zie dat niet, dat dat nu al is vanuit de koers. Dit is niet het moment om in te stappen. Ja, je kan zeggen, ja, je zit op de bodem. Ja, maar die bodem kan nog altijd wel nog veel lager komen te liggen.
Dus in die zin niet het punt. Ik heb de aandelen niet, ik ga ze ook niet kopen op dit moment. Maar gezien het feit dat ze nog zoveel cash hebben en dat ze zo hard willen groeien, het is ook een stukje willen, hè? Je moet dat in je hebben om dat te willen, om daar de grootste te willen worden en zo groot te kunnen denken. Dit is wel een kansrijk bedrijf. Maar dat zegt nog niet dat je als aandeelhouder daar goed zit. Vond je de video interessant? Geef een like. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan, druk op dat blauwe belletje, dan krijg je notificatie bij een volgende video. En kijk ook op www.beursbox.nl en schrijf je in op de gratis nieuwsbrief. Dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe.